De politie heeft maandag een 36-jarige inwoner van Franeker aangehouden op verdenking van het plegen van een overval in Harlingen. Rond 5 uur kwam een man de Mitra-slijterij naast de Super de Boer aan de Spoorstraat binnen. Onder bedreiging van een groot mes eiste hij geld van de exploitant. Toen hij dit niet kreeg, vluchtte hij weg op een moederfiets met een lage instap. Met meerdere politieeenheden is er gezocht naar de overvaller. Gistermiddag heeft een overval plaatsgevonden op de Mitra in de Spoorstraat in Harlingen. Een man komt daar de winkel binnenlopen en onder bedreiging van een groot vleesmes bedreigt hij de kassière en dan wil hij geld hebben. Nou, als hij dan geen geld krijgt, vlucht hij weg en fietst dan weg op een zogenaamde moederfiets. Dat is een fiets met een lage instap, fietstassen zaten erachterop. Ja, en dan verdwijnt hij uit zicht. Nou, we zijn met meerdere politieeenheden zijn we gaan zoeken. Nou, en de collega's zien op een gegeven moment een soortgelijke fiets staan in de Prinses Irenestraat. Nou, ze bekijken die fiets en dan zien ze in de fietstas een grote vleesmes liggen. Ze lopen om de woning heen en zien dan een man die voldeed aan het signalement wat opgegeven was door de mensen van de Mitra. Kunnen hem aanhouden en brengen hem over naar het bureau. Inter, je was vrij koelbloedig bij die overval. Ja, nou, de koelbloedig. Het is een reactie, hè? Ja, wat gebeurde er? Ja, er kwam een man in en die wil geld hebben. Hij bedreigde je? Ja. Hoe? Met een mes. Een groot slagersmes. Ja. Normaal geef je dan geld mee? Ja, dat is onze procedure ook, maar het ging anders. Dat heb ik niet op gestudeerd of zo, maar dat ging anders. Ik heb tegen me gezegd van, ik pakte een grote fles. Ik zei van, nou moet je wegwezen, anders sla ik je fles op een kop. Nou, dan ging je weg, gelukkig. Maar het is, je verwacht zoiets niet, hè? Nee, ik verwacht het zeker niet. Is het je ooit eerder overkomen? Het is mij nooit eerder overkomen, nee. Nee. Maar een man uit Franeker die op de fiets hier rondrijdt, nooit eerder binnen geweest, geen verkenning? Nee, ik kon hem niet. Ook niet, echt niet als een Franeker. Volgens mij is het ook niet een echte Franeker. Dan had ik hem waarschijnlijk ook wel gekend. Hij reed op een speciale fiets, hè? Op een speciale fiets, ja. Kun je er iets over vertellen? Nou ja, dat was zo'n speciale fiets met zo'n lage instap, met zo'n dikke buis. Ja. Nou, dat viel echt op, ja. Heb je nou bedreigd gevoeld? Nou, op dat moment voelde ik me echt wel bedreigd, ja. En als ik vanmorgen hier kwam en ik stond achter die kas en ik denk van, hij stond aan deze kant van die kas en met dat mes. Denk ik, dat was wel vlakbij natuurlijk. Ja. Een beetje geslapen? Half en half. Ik ben wel vaak wakker geweest. Ja. Zou je de volgende keer exact zo handelen, denk je? Ja, met dit resultaat, ja, dan zou je zeggen ja. Maar dat weet je niet. Van mij weet je dat niet. En ik hoop ook nooit dit mee te maken. Nee.